Hoogstraat 97. Ik ben op bezoek bij Remco Elbers. Want hij gaat in de platen, Remco. Ja. Waarom nu nog platen verkopen? Het is weer in eigenlijk. Dus de laatste jaren is dat weer een opkomst. En wij wilden graag een winkel hierin openen in Schiedam. En daar zijn we mee bezig. Hij is al open. Ja, dus, eventjes, want ja, open gaan is in deze tijd lastig. Wat mag je al, wat mag je nog niet? In principe mag ik gewoon open zijn tot een uur of vijf. Ik ben op dit moment alleen door de week geopend, van 10 tot 4. En misschien dat in de toekomst een ruimere tijd wordt. Maar... Nou, dan maar eventjes de hamvraag. Is het geluid van een LP nou mooier dan die van een CD? Dat ligt aan je eigen smaak natuurlijk. Maar een LP heeft natuurlijk een bepaalde authenticiteit, zo moet ik zeggen. Ja. En dat blijft toch bijzonder. Ja. Hoe kom je aan LP's om ze nu nog te verkopen? Worden ze nog geperst bijvoorbeeld? Jazeker, ik verkoop in principe alleen nieuw vinyl. En dat zijn gewoon verse persingen. Ja. Dus, Maar mensen zijn verwend. Die zetten de cd'tje op en die tikken in met 1, 3 en 8. Dat is met een LP wat lastiger, toch? Ja, dat wel. Maar dat, wat ik al zeg, dat stukje authenticiteit vergoedt veel. Ja. En, uit welke periode komen nu met name LP's weer op de markt? Wat voor artiesten doen daar mee? Nou, eigenlijk bijna iedereen. En ik heb eigenlijk ook van alles. Van moderne dance tot jazz tot klassieke rockalbums. Dus. Ja, eventjes voor de mensen die hier komen snuffelen. Zijn natuurlijk de bekende snuffelaars, hè? Wat zoeken die vaak? Verschillend. Kijk, ik heb eigenlijk een vrij bijzonder assortiment. Met nieuwe releases zal je hier niet zo snel vinden op dit moment. Dat zal in de toekomst wel gaan gebeuren, maar op dit moment is dat nog niet zo. Maar wat ik al zeg, ik zit in verschillende genres en dat is verschillend. Is er nog troost voor mensen die nog oude LP's hebben en denken van... Ja, dat moet toch eens een keer mooi gemaakt worden. Wat zou je hen willen adviseren? Men zegt wel eens vaak van met een computer, met programma's, kan je dat allemaal krasvrij en tikvrij krijgen. Dat is mogelijk, maar uiteindelijk blijft een LP een LP en moet je gewoon daarvan genieten. Ja, er zijn LP's die zijn ontzettend veel waard. Ik geloof de zwarte LP van Prince een godsvermogen kost. Mm-hmm. Wat zijn nog meer collectors items? Ik heb bijvoorbeeld hier Dark Side of the Moon staan, wat een album is dat je echt eigenlijk wel op LP moet hebben. Ja. Dus dat soort zaken. Maar je bent er dus echt voor de liefhebbers? Ja. De snuffelaars? Ja, precies. Wat ik al zeg, nieuwe releases, ze zijn hier nog niet. Ik hoop die in de toekomst wel te gaan verkopen. Maar op dit moment is het een bijzonder assortiment waarbij je leuke dingen kan vinden die je misschien niet ergens anders kan vinden. Terug naar de LP? Ja, raad ik wel aan.